Yo guys, Les hier met vandaag een nieuwe video en vandaag is het een nieuwe vlog. Zoals je ziet is het natuurlijk niet de vlog zelf, dat heb ik vorige keer ook gezegd wat ik ging doen in deze video. In deze video ga ik uitleggen hoe het was om te streamen, natuurlijk het bewijs dat het geld is gedoneerd. En het gaat een soort van weekvlog worden, I guess. Dus ik heb gisteren, 2 december, mijn eerste vlog online gezet van de 24 warmste uren. Nee, ik heb die vandaag online gezet, 2 uur geleden of zo. Yes! Hoe lang staat hij online? Ja, oké, je snapt het. Maar ik hoop mensen die vlog een beetje leuk gaan vinden, want ik vond hem wel leuk om te editen. Maar ik ben net uit de douche. Mijn haar is een beetje nat. Dat heb je meestal wel als je uit de douche komt. Want ik ga naar de kapper en mijn nektapijt is coming back. En mijn haar wordt gewoon wat te lang. Dus ja, dan is het wel een goed moment om naar de kapper te gaan. Maar voordat ik naar de kapper ga, moet ik eerst naar de bank gaan. Ik heb gisteren mijn bankkaart moeten blokkeren. Yeah, I fucked up a bit. Maar goed, ik ga er iets van doorgaan. Ik ga mijn sokken aandoen. Yes. En daarna mijn schoenen. Oké, boys, ik zit in mijn garage. Ik zit op de fiets. En ik ga nu naar de bank. En hopelijk krijg ik daar een vervangkaart. Dus let's go. Oké, boys, I'm in Zwijndrecht City. Ik ga dus zo naar de bank. De bank is daar. Ik hoop dat ze mij kunnen helpen. Want ja, zonder bankkaart is wel lastig. Oké, ik ga nu naar de kapper. Het is allemaal gelukt bij de bank. Daar is de kapper. Yes. Oké, boys, ik ben terug thuis. Ik ben naar de kapper geweest. Het is een beetje hetzelfde als ervoor. Maar ja, ik ga nu nog wat huiswerk doen. Ik ga straks trainen. Ik ga ook nog afwassen. Ik ga me ook nog nuttig maken. En huiswerk. Dat heb ik al gezegd. Oké, we zijn iets later op de dag. Het is 4:45. En ik moet nog huiswerk doen. En ik moet nog afwassen. En om 5:30 vertrek ik naar de training. Maar ik ga nu afwassen. Dit is alle afwas. Ja. Kijk hoe clean ik het allemaal heb achtergelaten. Wow, en toen lag ik ineens in mijn bed. Ja, ik ben een beetje vergeten filmen, sorry. Ik moet morgen naar school. Ik hoop dat ik een beetje ga vloggen. Goed, maar ik ga nu wel pitten, boys. Tot morgen. Yo guys, goedemorgen. Het is 7 uur morgens. Ik ben net uit mijn bed. En ik ga zo naar school. Yay! Woehoe. Ik ga nu een beetje eten, wat havermout. En dan ga ik rustig naar school stappen. Yes. Zoals jullie zien, het is vrij vroeg in de ochtend, maar de zon is langzaam aan het opkomen. Yes, here I am. Nice. Lekker banana. Hmm. De volgende halte is Sint-Katelijnen-Waverij. Yo, ik ben nu naar school aan het stappen. En ik ga voor de eerste keer, denk ik, op tijd zijn op een woensdag. Dus ik ben benieuwd naar de reactie van mijn klasgenoten dat ik voor de eerste keer op tijd ga zijn. Hype is real. Ik ben op tijd. Welkom in de vlog, jongens. Wel meer reactie verwacht, ja. Ik ben maar lelijk op mijn camera staan op een woensdagochtend. Merci. Ja, ik sta er ook niet mooi op. Ik weet nog niet wat de louter op. Oké, boys, het is nu pauze voor de les. En als je de vorige vlog had gezien, dan was er om 4 uur 's nachts nog altijd iemand in de stream. Dat was Stijn. Goedenacht, Wouter. Goedenacht. Shout-out naar Stijn. Die, moet ik even kijken waar ik inzoom. Die er al heel de tijd bij mij is geleerd. En ik had beloofd voor een worstenbroodje te geven. Dus that's what I'm doing. Is goed. Oké, even wat later op de dag. Ik weet niet of je iets kunt zien, maar ik heb even een heel deel niet gefilmd. Maar je bent zo goed als thuis nu. En ik zal zo mijn uitleg doen over de livestream. En het bewijs dat ik het geld heb gestort. Etcetera. Ik ben zo binnen. Een paar weken verder en het is de laatste dag van de warmste week dat ik dit upload. Dus eigenlijk gewoon kerstavond. Zoals ik heb gezegd, ik ga uitleggen wat ik vond van de 24 uur livestream. En het bewijs dat ik heb betaald en zo. Laat gewoon even met het korte beginnen. Het bewijs dat ik heb betaald. Voilà, ik heb betaald. Super. En nu naar het belangrijkere deel van de video, allee, voor mij toch, is natuurlijk hoe was het om 24 uur te livestreamen.
Ik vond dat echt super tof. Dat is sowieso wel voor herhaling vatbaar. Ik had ook niet verwacht dat we zoveel geld gingen ophalen. Want ja, 200 euro, dat begint toch wel voor een YouTuber met 400 abonnees, met 250 en een eentje van 110. Maar besides that heb ik heel veel fun ook gehad. Het is ook echt de eerste keer dat ik specifiek echt met mensen afspreek van YouTube. Allee, ik ben dus naar meetings geweest en zo. Ik heb nooit echt concreet gezegd van, yo, YouTuber, gaan we afspreken met mij? Dan maken we een leuke video, let's go. Ja, zelfs nog specialer, we gingen een livestream doen. Ja, je snapt. Het is ook zo raar, omdat ik praatte zo heel vaak met Aaron via Discord, nog altijd. En ik kende zijn gezicht wel. En je gaat er zo vanuit dat hij zo even groot is als je, snapte. En dan zie je die West-Vlaming in Centraal Station. En dan ziet hij dat hij een kop kleiner is dan nu. Dat was, om eerlijk te zijn, in het begin was het echt fucking raar. Jaren had ik al eerder gezien, want Jaren is bij mij op school. Allee, dat zat. We zaten op dezelfde school in Antwerpen-stad. Ik ga het wel minder hard onderschatten de volgende keer, want 24 uur game aan een stuk of achter je pc zitten, dat is ten eerste al heel vermoeiend voor je ogen. Ik heb beeldschermen die normaal gezien minder uitputtend zouden moeten zijn voor je ogen, maar zelfs mijn ogen begonnen te begeven. Oh ja, te begeven, dat is een beetje erg om te zeggen. Maar mijn ogen begonnen wel een beetje te tranen, en dat is niet te tranen, maar echt zo te pieken, echt gewoon droog te zijn. En ja, dat was wel een beetje fucked up. Maar ik weet niet, dat hoort er wel een beetje bij. Nee? Nee? En ook gewoon bij die livestream. Bij die livestream, ik heb ook echt wel gezien wie mijn echte vrienden zijn. De mensen die echt wel om mij geven, zal ik maar zeggen. Zoals mijn vrienden uit 6e middelbaar, die waren echt massaal aanwezig. Zelfs met de Jackbox. Dat was super plezant. En ja, dat zijn de dingen dat je sowieso opnieuw wilt doen, snap je? Dat zijn die good time, die good vibes. En ja, er waren echt zoveel vrienden van mij op dingen, op mijn livestream. Maar ook gewoon andere mensen van mijn Minecraft-server, die waren er ook allemaal. Maar niet allemaal, de meeste wel. En sommigen hebben dan zelfs een centje gegeven. Voilà. Soms moest ik wel een Fortnite-dansje voor doen of een heel vies verhaaltje vertellen. Maar voor de rest was dat heel leuk. En ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Er komt sowieso wel nog een tweede warmste 24 uur. Maar dat gaat gewoon weer terug volgend jaar zijn. Hopelijk met wat meer mensen. Waarschijnlijk wel. Maar het gaat waarschijnlijk wel op een andere locatie zijn. Niet meer in mijn kamer. Iets professioneler of zo. En tegen dan staat mijn microfoon hopelijk ook niet meer in een beker. En ja, ik weet niet wat ik nog moet zeggen eigenlijk. Ja, dat was gewoon leuk. Die good times, yes. En natuurlijk is het ook leuk dat je effectief zo wel voelt dat je iets goed hebt gedaan of zo voor Bots Plus. Het was natuurlijk ook wel, toen we aan de live gingen beginnen, was MrBeast 2 dagen op voorhand afgekomen dat hij Team Trees ging doen. Dus dat was echt fucking kut. We hadden zelfs even nog getwijfeld om al het geld door te storten aan Team Trees. Maar dat ging natuurlijk niet meer, want die actie gepland in de warmste week op die website stond allemaal zo officieel ingeschreven en dat was ook zo'n beetje die douchebag move geweest. En tenslotte moet je ook wel de locals een beetje gunnen. En uiteindelijk hebben we het toch een beetje gemixt. We hebben gewoon hashtag Team Trees in onze livestream gezet. Ik heb ook nog heel veel vragen gekregen van, kunnen we de livestream opnieuw zien? Wel, nee. Nee? Nee? En ik hoor heel veel mensen denken van, gast! Waarom? Ja, dat is eigenlijk niet mijn schuld. Dat is de schuld van YouTube. YouTube, you fucked up again. Ja, to make a long story short. Alle livestreams die langer duren dan 12 uur, kan YouTube niet goed opslaan. De eerste 23 uren van de livestream zijn niet opgeslaan, maar omdat Aaron natuurlijk op de ethernetkabel was getrapt, is het laatste uurtje wel nog opgeslaan. Dus in de beschrijving staat er een link naar het laatste uurtje van de 24 warmste uren. Voor Bots Plus 2019. Nu, ik heb echt nog heel grote plannen voor Gletscher in 2020. Komt echt epic shit aan, denk ik. Ik heb het vorig jaar ook al gezegd. Eigenlijk is allemaal shit dat in mijn nieuwjaarvideo moet komen. Want natuurlijk, ja, een nieuwjaarvideo, dat moet toch wel, vind ik, een update van ja, How is Life en zo. En daar ga ik zo allemaal leuke shit announcen. Nu, voor de 1 of 2 mensen, ik weet dat er 1 iemand wacht op de Minecraft kerstvideo van 2019. De Minecraft multiplayer video. Ik vrees voor dat die niet komt. Of ik upload hem pas volgende week, maar ik vond het belangrijker dat deze video vandaag online komt. Zeker met het einde van de warmste week is het toch mooi dat ik mijn 24 warmste uren ook kan afsluiten. Maar, ik denk deze vlog
wel ga afsluiten. Misschien ben ik iets vergeten te zeggen. Ik weet het niet. Als ik iets ben vergeten te zeggen, zal het niet belangrijk zijn. Want ik heb gewoon unscripted dingen gezegd. Dus ja, ik ga deze vlog afsluiten. Dus vonden jullie deze vlog leuk? Was het een blauwruimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer. Een nieuwe vlog. Wat we dan gaan doen in die vlog, dat weet ik niet. Dus. Maar ik ga deze video afsluiten. Ik zeg ciao. Doei. Nee, zo gaat mijn outro niet. Wacht, laat me opnieuw proberen. En ik zeg...